Ook Lena legt de lat hoger, dus iedereen moet een tandje bijsteken. Maar sous-chef Lucas is na het overwinningsfeest van gisteren nog nergens te bespeuren. Zonder hem hebben ze een man tekort in de keuken. Ja, maar al dat sapengoed en wel. Je moet keihard in de stress leven omdat je niet weet wie van je personeel gaat opdagen en wie niet. Dat is gewoon niet fijn. We kunnen blij zijn, we kunnen feesten, we kunnen er een paar aan drinken en zo, maar... Ah ja... Wij gaan er echt niet komen. Ja, wij gaan er echt niet komen vandaag. Dat is geen grap. Vandaag gaan we er echt niet komen. Die Lucas gaat toch sowieso wekker worden rond een uur of 11 of zo. Dat kan toch niet dat hij 3 uur of zo gaat pieten. Goedemorgen, jongen. Leef je nog? Daar is de chef, joh. Ja. Het is omdat je hier altijd zo goed op tijd bent, anders weet ik veel wel dat ik niet zo super boos ben, maar er is een tijd van party, dat weet ik wel, maar als we de volgende dag moeten werken, mannen, dat moet echt... Deze mag niet meer gebeuren. Nee, man, dat was hartstikke. Bij niemand. Ik heb er wel echt wel iets tegen die mannen van gezegd, want ja, ik weet, als ik op mijn werk zo zou aankomen of weet ik veel wat, dan zou ik ook nog mijn kloten krijgen. Allee, ik denk dat iedereen als een kloten zou krijgen. Ze zijn heel close uit je bed naar hier gesprongen. Maar nee, hoor, ik heb mij proper geweest. Maar nee. De eerste en de laatste keer, hè, mama? Goed, chef. Voor vandaag. Morgen zien we wel. Nee, maar jullie weten dat ik het zeg. Ja, het is altijd nieuwe kansen, nieuwe ronde. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.